Veel mensen met MS ervaren in meer of mindere mate pijn. Deze klachten kunnen een behoorlijke invloed hebben op je leven. Hoe ontstaat pijn? En wat voor soorten pijn bij MS heb je allemaal? Kun je pijnklachten verminderen? En zijn er behandelingen voor pijn bij MS? In deze film geven we informatie en praktische tips. En vertelt Jan Franke over wat pijn voor je kan betekenen als je MS hebt. Bij MS-patiënten kun je op alle mogelijke verschillende plaatsen pijn hebben. Dat kan gaan van aangezichtspijn, gewrichtspijn, alle mogelijke gewrichten, lage rugpijn. En MS kan verantwoordelijk zijn voor spasmen, die op zichzelf dan weer nieuwe pijn met zich meebrengt. Bij MS ontstaat schade aan het omhulsel van de zenuwbanen. Hierdoor kan de geleiding van prikkels over deze banen verstoord zijn. Daarbij kunnen ook beschadigingen optreden in de hersenen zelf, het registratiecentrum. Dit levert diverse klachten op, zoals bijvoorbeeld pijn. Pijn is een signaal dat er iets mis is. Pijn zorgt ervoor dat we onszelf beschermen tegen de omgeving die als bedreiging kan ervaard worden. Bijvoorbeeld als je hand op een kookplaat legt, dan zal de pijn ervoor zorgen dat je hand terugtrekt om te voorkomen dat je verder beschadigd wordt door de hitte van de kookplaat. Een ander belangrijk rol van pijn is dat het ook het herstel bevordert van het lichaam. Bijvoorbeeld als je een breuk hebt in een ledemaat, dan zal het er bijna voor zorgen dat je dat ledemaat, een arm of een been, niet gaat gebruiken. En zorgt pijn voor een sneller herstel. Er bestaan grofweg drie soorten pijn. Klassieke pijn, of ook wel weefselpijn. Dit is pijn bij een botbreuk, kneuzing, brand of een snijwond. Het pijnverloop is herkenbaar en voorspelbaar. Je weet dat deze pijn beperkt is in tijd en dat het goed te behandelen is met pijnstilling. Neuropathische pijn, of ook wel zenuwpijn. Dit is pijn door een zenuwbeschadiging en komt het meest voor bij mensen met MS. Deze pijn is moeilijker te begrijpen en vaker onvoorspelbaar en heeft als kenmerken dat er vreemde symptomen kunnen optreden zoals een dof of brandend gevoel, jeuk, aanrakingspijn, tintelingen of aangezichtspijn. Deze pijn reageert niet goed op pijnstilling die bij klassieke pijn wordt toegepast. Behandeling kan de pijn niet wegnemen, maar wel verminderen. Gemengde pijn. Deze pijn is een combinatie van weefsel en zenuwpijn. De diagnose MS is voor de neuroloog makkelijk vast te stellen. Als je kijkt naar de oorzaak van de pijn bij MS-patiënten, wordt het een stuk moeilijker. Pijn bij MS-patiënten is langdurig, is chronisch en verliest daardoor zijn functie en wordt daardoor een pijnsyndroom. Een pijnsyndroom betekent tegelijkertijd ook dat de kwaliteit van leven minder wordt. MS is verantwoordelijk voor drie verschillende mechanismen die pijn veroorzaken. Zenuwpijn door beschadiging van de hersenen en of ruggenmerg. Zenuwpijn door beschadiging van zenuwen in de rest van het lichaam. Pijn van gewrichten of van spieren. Als je kijkt naar pijn bij MS-patiënten, zijn er verschillende vormen van pijnbestrijding. Eén daarvan zijn pijnstillers. Als met pijnstillers begint, vind ik het belangrijk aan te stippen, te benoemen dat ze worden voorgestrekt door een arts en dat ze uitgegeven worden door een apotheek. Bij gewrichtspijn door artrose kan gericht een blokkade gezet worden in het pijnlijk gewricht. Dit gebeurt door middel van een injectie. Het is een minimale ingreep, maar wel vaak met goede resultaten. Daarnaast is er nog tenstherapie. Hiermee wordt de pijn met behulp van kleine elektrische stroomschokjes verminderd. Deze schokjes stimuleren de aanmaak van pijnstillende stofjes in je lichaam, werken spierontspannend en verstoren de zenuwpijnbegeleiding. Het neemt de pijn of de oorzaak van de pijn niet weg, maar kan het wel verminderen. Chronische pijn heeft een grote impact op je dagelijks leven. Enerzijds heb je het lichamelijk gedeelte waarvoor pijnstillers kunnen gebruikt worden. Anderzijds is je geestelijk welzijn kan ook beïnvloed worden door chronische pijn, je psychisch welbevinden. Praten over pijn lucht op. Je kan praten met gelijkgestemden, met de huisarts, met bijvoorbeeld een psycholoog. In ieder geval twee dingen. Enerzijds kun je cognitietherapie, gedragstherapie, bijvoorbeeld om angsten te overwinnen die met pijn te maken hebben. Anderzijds een revalidatieprogramma om te leren bewegen, ondanks de pijn. In ieder geval, het zijn twee belangrijke pijlers voor een succesvolle behandeling van chronische pijn bij MS-patiënten. Tot slot nog een aantal praktische tips op een rij. Zoek afleiding. Hierdoor kun je de pijn verlichten. Hobby's, het spelen van spelletjes, afspreken met vrienden, sporten en eventueel werk. Zorg dat je uitdagingen vindt en doe de dingen die je leuk vindt. Dit stimuleert je om de aandacht erbij te houden en zo minder met de pijn bezig te zijn. Neem een lauwwarm bad of een ijskompres. Dit kan voor spierontspanning en verlichting van pijn zorgen. Chronische pijn bij MS is vaak gevoelig voor temperatuurverschillen.
Wanneer je last hebt van tintelingen, kan een steunkous druk en stevigheid bieden. Zorg voor lichamelijke ontspanning, bijvoorbeeld door een massage, het beoefenen van yoga of mindfulness. Chronische pijn bij MS is een dynamisch gegeven. Hiermee bedoel ik te vertellen dat oude pijn die toeneemt of nieuwe pijn die ontstaat niet altijd iets met MS zelf te maken moet hebben. Niet iedere pijn is gerelateerd aan MS. Tot slot wil ik nog meegeven dat stress, vermoeidheid, zelfs temperatuurverschillen de pijn kunnen doen toenemen. Dus zorg voor rust, zorg voor ontspanning. Heb je vragen over MS en pijn? Lees dan meer op onze website. Of neem contact op met je behandelend neuroloog of de MS-verpleegkundige. Zij kunnen je helpen met een verwijzing naar een voor jou geschikte professional, zoals een pijnspecialist.